Vandaag was het Sonja, de andere zus van Willem Holleder, die haar verhaal deed in de rechtbank. Ze is ervan overtuigd dat Holleder haar man, Cor van Hout, heeft laten vermoorden. Ook Holleders ex-vriendin legde een verklaring af. En verder in het nieuws vandaag. Bestuur ROC Leiden nam onverantwoorde risico's. En bestelbusjes, doren in het oog van de stadsbewoner. Goedenavond. Sonja, de oudste zus van Willem Holleder, deed er een behoorlijke schep bovenop vanmiddag in de rechtbank. Gisteren getuigde Astrid, de andere zus, al dat Holleder een psychopaat was. Gewelddadig en gewetenloos. Voor een groot deel kwamen de verklaringen van de zussen overeen. Ook het leven van Sonja werd beheerst door haar broer. Ze was doodsbang voor hem. Sonja vertelde ook dat Holleder dreigde haar kinderen te laten vermoorden. Hij pakt je in, eet je op en gooit je daarna weg. Zo praat Sonja Holleder over haar broer. Jarenlang terroriseerde hij haar en gebruikte zijn zus als voetveeg. Ze was zo bang voor hem dat ze psychologische hulp zocht om met de dreigementen van haar broer om te kunnen gaan. Ik moest tossen van hem om wie van mijn kinderen als eerste vermoord moest worden, vertelde ze vandaag. Sonja denkt, net als haar zus Astrid, dat Willem ook achter de moord op Cor van Hout zit, de echtgenoot van Sonja. Hij werd in 2003 geliquideerd, beschoten vanaf een motor. Cor van Hout was een jeugdvriend van Willem Holleder. Samen ontvoerden ze ruim 30 jaar geleden biermagnaat Freddy Heineken. Motief? Geld en macht. Want niemand heeft ergens recht op. Alles is van hem, zei Sonja. Ik weet zeker dat Willem achter de moord op mijn man zit, zei Sonja tegen de rechters. Want kort na de liquidatie stond Willem voor mijn deur en moest ik mijn huis in Spanje aan hem afstaan, omdat de schutters betaald moesten worden. Ik werd dus gedwongen de moordenaars van mijn eigen man te betalen. Mijn broer is een psychopaat, zei Sonja. Hij is ernstig ziek. Het maakt niet uit dat ik zijn zus ben. Hij heeft niks met niemand. Willems zus Astrid zei gisteren tegen de rechters dat hij geen vrienden had. Sonja zei van wel, alleen zijn ze allemaal dood. Nou, en bij de beveiligde rechtbank in Amsterdam, Litwin Gevers, heeft Sonja Holleder nog verteld over zijn mogelijke betrokkenheid bij andere liquidaties? Ja, dat heeft ze zeker gedaan. Over Willem Enstra bijvoorbeeld, jarenlang afgeperst door Willem Holleder, vermoord. Daarover heeft hij tegen haar gezegd, het is hij of ik, hij gaat eraan. Thomas van der Bijl, ook vermoord in 2005, een Amsterdamse kroegbaas, die moest dood volgens Sonja, omdat hij liep rond te bazuinen dat Willem Holleder achter de moord op Cor van Hout zat. Kees Houtman, ook afgeperst door Willem Holleder, ook vermoord. Daar gaat een raket naar binnen, heeft hij ooit tegen Sonja gezegd. En volgens Sonja had hij nog een lijstje op zak met namen daarop van mensen die nog omgelegd moesten worden, zoals Willem Holleder dat zei. En dat waren allemaal mensen met wie hij ruzie had. En hoeverre was de getuigenis van deze zus Sonja anders dan die van Astrid gisteren? Nou, voor een heel groot deel kwamen de getuigenissen overeen. Tenminste, als het ging over wat voor man Willem Holleder is. Maar ze hebben allebei een totaal andere relatie met hun broer. Astrid, die gisteren aan het woord was, is een advocaat, juridisch onderlegd. En Holleder die gebruikte haar als klankbord, vroeg ook vaak om haar juridische adviezen. Sonja, die vandaag sprak in de rechtbank hier, die werd gebruikt als voetveeg. Die moest opkomen draven als hij dat wilde. Die moest de was voor hem doen, die moest boodschappen voor hem doen als hij boodschappen nodig had. En nee zeggen was geen optie, zei ze, want dat zou hij gewoon niet pikken. En ja, het was zowel gisteren als vandaag overduidelijk dat deze vrouwen allebei verschrikkelijk af hebben gezien met hun broer. Hij werd steeds gekker, zei Sonja vandaag. En ze zien nog steeds af, want ze zijn allebei doodsbang voor hem. Oké, Litwin, dankjewel. Door overambitieuze en falende bestuurders ging het ROC Leiden bijna ten onder. Ze wilden van de onderwijsinstelling de mooiste van Zuid-Holland maken. Maar ze namen onverantwoorde risico's bij de bouw van twee dure schoolgebouwen. Die conclusie trekt een commissie die onderzoek deed. De nieuwbouw van het ROC Leiden. Vooraf werd het aangekondigd als een modern megaproject. Maar nu wordt het meestal een megalomane mislukking genoemd. De school met 9000 leerlingen moest zelfs bijna sluiten, maar werd op het nippertje gered.
In Den Haag werd het rapport over de gang van zaken gepresenteerd met een keihard oordeel. Er zijn onverantwoorde risico's genomen. De commissie vindt dat het college van bestuur in de periode tot 2001 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld. In 2007 is het ROC verspreid over 18 locaties. De bestuurders besluiten die te vervangen door één nieuw pand. Maar bij de oplevering in 2012 zijn het twee spectaculaire onderwijspaleizen geworden met ruim 3 maal zoveel oppervlak als voorzien en ruim 4 keer zo duur, 220 miljoen. De financiële ondergang dreigt. Die wordt pas afgewend als de Tweede Kamer er eerder dit jaar 40 miljoen insteekt. Op voorwaarde dat het ROC één van de paleizen afstoot en een deel van de opleidingen onderbrengt bij andere scholen in de regio. Volgens het onderzoeksrapport was het oude ROC-bestuur gewoon verliefd op nieuwbouw en kwam het onderwijs telkens op de tweede plaats. Toen na de oplevering er een nieuw, verstandiger bestuur aantrad, was het inmiddels te laat. De gebouwen waren en bleven onbetaalbaar en bleken bovendien bijna onbruikbaar. Want er waren wel veel open ruimtes gecreëerd, maar nauwelijks leslokalen met deuren die dicht konden. En er waren veel voorzieningen die er leuk uitzagen, maar niets met onderwijs te maken hadden. De kwaliteit ging achteruit, te meer omdat vanwege de financiële nood werd bezuinigd op personeelskosten. Minister Bussemaker wil onderzoeken of de verantwoordelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. En ook wil de minister meer bevoegdheden om zelf falende onderwijsbestuurders te kunnen ontslaan. Ze heeft daarvoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Freelancers en ZZP'ers, vaak zijn ze niet verzekerd. Worden ze ziek, dan kunnen ze in geldnood komen. Maar hoe moet je dat oplossen? De regeringspartijen bijten er al jarenlang hun tanden op stuk, maar die komen er niet uit. Vandaag probeert het CDA een voet tussen de deur te krijgen. Zij komen met een voorstel voor een nieuwe ziektewet voor iedereen. ZZP'er of niet. Als een werknemer ziek wordt, wie moet dat betalen? Het CDA komt vandaag met een nieuw idee. Laat de baas nog maar 2 maanden ziektegeld betalen en de rest komt van de verzekering. Nu moeten de werkgevers hun mensen 2 jaar betalen. Dat is veel langer dan alle Europese landen om ons heen. En je ziet dat het bij MKB'ers een belangrijke reden is om überhaupt geen personeel meer aan te nemen. En dat is een groot probleem op onze arbeidsmarkt. ZZP'ers moeten van het CDA ook meedoen. Maar sommigen willen helemaal niet verplicht verzekerd zijn. ZZP'ers zijn ondernemers en die moeten zelf hun eigen risico's afdekken. En ik denk dat het mogelijk moet zijn om een dergelijke regeling te gaan maken. Met voor de ZZP'ers de vrijwilligheid. Wel of niet verplicht verzekerd, dat is precies waarom PvdA en VVD er onderling al jarenlang niet uitkomen. Het CDA-voorstel is daarom best interessant, maar of ze toehappen? Het vergt nog wel veel uitwerking, dit is een eerste idee. Maar een verplichte verzekering voor langdurige ziekte, eigenlijk voor werknemers in het land, wat je ook bent, vind ik een interessante gedachte. Het is sympathiek dat ze aan het probleem denken, maar hoe ze dat precies invoeren, daar moeten we goed naar kijken. Maar het kabinet is er al mee bezig en ik zal straks minister Asje roepen om daar vaart mee te maken. Hij zal het dus moeten gaan oplossen. Het CDA-plan is dan hooguit een beginnetje, want onderling zijn PvdA en VVD het nog lang niet eens. Voor de tweede keer in een maand krijgt minister Schippers van Volksgezondheid het advies een nieuw en goed werkend middel tegen kanker niet in de basisverzekering op te nemen. Eerder ging het om een medicijn tegen borstkanker, nu gaat het om een middel tegen longkanker. Ze zijn te duur, maar oncologen denken daar anders over. Het nieuwe middel tegen een bepaalde vorm van longkanker wordt in 12 ziekenhuizen in ons land gebruikt. Het is door de fabrikant tijdelijk gratis ter beschikking gesteld. Maar het medicijn is duur. Zo'n 134.000 euro per patiënt per gewonnen levensjaar. Het Zorginstituut, een belangrijk adviesorgaan van de minister, vindt dat te duur. Dus niet in de basisverzekering. Het medicijn wat we nu over praten, Nivolumab, is een medicijn wat bij huidkanker al enorme waarde heeft aangetoond. En nu ook bij patiënten met longkanker, met uitgezaaide longkanker, levensverlengend kan zijn. Dan praten we over hoeveel maanden? Dan praten we, en dat is precies het probleem waar we nu naar kijken. We praten voor sommige mensen over heel lang en voor heel veel mensen over dat het niet werkt. En dan wordt het erg duur. De discussie duurt al zeker 10 jaar en wordt heftiger. Door de vergrijzing, steeds hogere zorgkosten en tegelijk komen er ook steeds betere medicijnen. Kankermedicijnen met name, die dus voor een geringe levensverlenging leiden, maar die wel behoorlijk duur zijn.
en die gemiddeld tot een beperkte levensverlenging leiden, ja, daar heb je toch voortdurend de vraag, moeten we dat nou in het basispakket doen of niet? Je moet anders naar het probleem kijken, zeggen oncologen. De kosten gaan omlaag als je investeert in betere selectie van patiënten. En wat je nu ziet is dat we eigenlijk veel te veel focussen op de kosten van het medicijn. In plaats van dat we kijken om extra onderzoek te besteden om patiënten daadwerkelijk te helpen door te selecteren wie er echt voordeel van heeft. En ik denk als we dat met elkaar doen, dat dat niet alleen een enorme kostenbesparing kan geven, maar belangrijker nog, uiteindelijk een veel betere behandeling voor patiënten. En die onderzoekskosten zijn te overzien en ook op termijn goed op te brengen. Aldus oncologen. De Iraakse stad Ramadi zet zich schrap voor een groot offensief. Sinds mei in handen van terreurbeweging IS, maar nu vrijwel helemaal omsingeld door het Iraakse leger. Het offensief komt na de succesvolle verovering op IS van de Jezidische stad Sinjar een paar weken geleden. En is eigenlijk de generale repetitie voor de verdrijving van IS uit de Koerdische stad Mosul. Je zou het de inleidende beschietingen kunnen noemen. Het voorspel van iets veel omvangrijkers. Dit zijn de buitenwijken van Ramadi. De voorhoede van het Iraakse leger, geholpen door bombardementen van de westerse coalitie, test de tegenstand van IS. Aan drie kanten is de stad nu ingesloten. De bewoners zitten klem tussen het opstomende Iraakse leger en Islamitische Staat. Die gebruiken de burgers als menselijk schild en hebben gedreigd iedereen die weg wil komen te vermoorden. Begin dit jaar, in mei was dat, trok IS de stad binnen en sloeg de bevolking massaal op de vlucht naar het nabijgelegen Bagdad. Sindsdien heeft het Iraakse leger een paar keer geprobeerd Ramadi te heroveren, maar verder dan de buitenwijken kwamen ze niet. Deze keer lijkt het menens. Via pamfletten is de bevolking opgeroepen te vluchten. En de verwachting is dat het offensief binnen 24 uur begint. En ik praat verder met Sander van Hoorn. Ja, binnen 24 uur zou de aanval dus op Ramadi kunnen beginnen. Nou horen we dat bewoners niet kunnen vluchten, omdat dan worden ze misschien vermoord door IS. Wat kunnen ze wel? Ja, daar zitten en afwachten. Die grote vluchtelingenstromen die je in mei zag, die heb je nu in elk geval niet gezien. Dus dat betekent dat hoe dan ook die mensen niet weg willen of niet weg kunnen, omdat ze worden tegengehouden door controleposten van IS. In elk geval is het iets natuurlijk om rekening mee te houden. Er zijn nog altijd duizenden inwoners, gewone normale burgers in Ramadi. Ja, en die lopen risico op het moment dat er een groot offensief begint. En is er iets te zeggen over hoe dat offensief zal verlopen? Heel erg moeilijk. De verwachting is dat het heel erg lang gaat duren, omdat IS zich natuurlijk bijna een jaar heeft kunnen ingraven. We hebben andere steden in Irak gezien, Tikrit bijvoorbeeld, waar het lang duurde. Fallujah, tussen Ramadi en Bagdad in, daar zijn ze al jaren om aan het vechten. Dus wat dat betreft is de verwachting dat het heel erg lang duurt. Aan de andere kant, Sinjar, je noemde het net zelf al, ja, dat ging dan opeens weer redelijk vlot. Dus er is geen pijl op te trekken. Er is geen zinnig woord over te zeggen hoe graag IS deze stad Ramadi wil behouden. Maar als het lang gaat duren, als er inderdaad veel tegenstand is en als die 4.000, 5.000 burgers in die stad gevangen zitten, ja, dan kan het wel eens een hele bloederige strijd worden voor die burgers, waarbij er na heel veel bombardementen van die stad uiteindelijk heel weinig over zal blijven. Sander, dankjewel. De Belgische kerncentrale bij Doel aan de Nederlandse grens blijft langer open. België is bang dat ze anders zonder elektriciteit komen te zitten. De centrale had veel problemen, maar volgens de inspectie is hij nu weer veilig en kan de centrale nog 10 jaar mee. Rob van Gijzel vertrekt als burgemeester van Eindhoven. In de gemeenteraad liet hij weten volgend jaar september het stokje over te dragen. De PvdA is sinds 2008 burgemeester van de stad. Wat hij gaat doen, weet hij nog niet. Het ongeluk met het vliegtuig van Air Asia dat vorig jaar neerstort in de Javazee is veroorzaakt door menselijke fouten en een technisch mankement. Omdat er problemen waren met de boordcomputer probeerde de bemanning handmatig door onweer te vliegen. Dat mislukte. Iedereen die in het vliegtuig zat, kwam om. In Zeist is een monument onthuld ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Bijvoorbeeld door huiselijk geweld of door een ongeluk of ziekte. Het monument is een initiatief van de stichting die ontstond na de moord op de broertjes Ruben en Julian in 2013.
Ruim 50 zorgbedrijven in Nederland hebben een open brief aan gemeenten gestuurd. Die volgt op het dreigende massa-ontslag bij TSN Thuiszorg. Dat vrijdag uitstel van betaling aanvroeg. In de brief staat dat de professionele hulp aan zieke of kwetsbare groepen om zeep wordt geholpen. En meer hierover straks in Nieuwsuur. 33 jaar lang sleept de zaak al de decembermoorden in Suriname. Is legerleider Bouterse verantwoordelijk voor de moord op 15 tegenstanders van zijn regime? Publiekelijk heeft hij altijd ontkend en aan vervolging wist hij steeds te ontkomen. Maar nu heeft het Hof van Justitie in Suriname besloten dat hij toch vervolgd moet worden, zegt een Surinaamse krant. 8 en 9 december 1982. 15 critici van het militaire regime worden overgebracht naar Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkwartier van legerleider Bouterse. Daar worden ze gemarteld en doodgeschoten. Bouterse heeft altijd gezegd dat hij niet aanwezig was bij de decembermoorden. Nabestaanden eisen een proces om de schuldigen te bestraffen. Pas in 2007, 25 jaar later, komt het toch tot een proces. Met Bouterse als hoofdverdachte. Die blijft ontkennen dat hij heeft gemoord. Het strafproces sleept jarenlang voort. In 2010 wint de partij van Bouterse de verkiezingen. Het onwaarschijnlijke gebeurt. De hoofdverdachte van de decembermoorden wordt president van Suriname. 2 jaar later wordt in het parlement de amnestiewet aangenomen. Het proces tegen de verdachte van de decembermoorden wordt opgeschort. Maar de nabestaanden laten het er niet bij zitten en dienen een klacht in bij het Hof van Justitie. Dat Hof heeft nu gezegd dat het proces hervat moet worden, zegt de Surinaamse krant De Ware Tijd. Als het inderdaad komt tot een hervatting van het proces, dan doorkruist dat het scenario van president Bouterse. Bouterse wil graag afrekenen met het verleden, maar een uitspraak van de rechter, dat wil hij voorkomen. Wel wil hij meewerken aan waarheidsvinding. Het afgelopen weekend heeft hij een interview gegeven en daarin zijn versie neergezet van wat er op 8 december gebeurd is. De inhoud van dat gesprek wordt over precies een week gepubliceerd. De berichten over een hervatting van het proces komen dus op een heel toevallig moment. En president Bouterse zal dat ongetwijfeld uitleggen als een politieke move van zijn tegenstanders om zijn naam in diskrediet te brengen. De werkloosheid onder jongeren blijft onveranderd hoog. Toch hebben werkgevers steeds meer moeite met het vinden van goed personeel. Om het neusje van de zalm binnen te halen geven bedrijven soms wel tienduizenden euro's uit. De gekte op de arbeidsmarkt is terug, net als begin deze eeuw. En niet alleen in de IT-sector. Dit is een sollicitatie anno 2015. 250 studenten die op het punt staan om af te studeren, krijgen in Zandvoort een training van Iceman Wim Hof om straks 3 minuten in de ijskoude zee te zitten. Samen met hun potentiële werkgevers. Juist de studenten die ervan houden om hun grenzen te verleggen, dat zijn echt de mensen die hier ook zijn en ook echt die bij Aarop passen. Nu de crisis voorbij is, moeten bedrijven steeds meer moeite doen om toptalent binnen te halen. De knop is wel om. Bedrijven gaan weer naar het buitenland, hebben ook evenementen in Madrid, evenementen in Dubai, evenementen in New York. We verwachten zelf dat dat de komende jaren heel erg door gaat zetten. Dit zijn studenten rechten, economie en marketing. Daar zijn er wel genoeg van. Werkgevers zijn hier vooral op zoek naar de beste 10%. Maar studenten IT en techniek worden nog voordat ze klaar zijn bestookt met aanbiedingen. Ik ben zelf 6 keer bereikt door bedrijven voordat ik mijn bachelor af had gerond. Dus dat is best wel bijzonder. Is het dan nog wel nodig om je bachelor af te ronden? Eigenlijk niet. Helpt dit om een baan te vinden? Ja, dat gaan we merken, denk ik. Ik had net met Unilever gepraat en op zich, ja, misschien wel wat mogelijkheden. Maar niet alle studenten zijn geïnteresseerd in de 10 multinationals die zich hier aanbieden. Ik ben er vandaag eigenlijk vooral voor Wim Hof. Dat staat echt al super lang op mijn bucketlist om een keertje te doen. Om hier de beste talenten tussenuit te halen, gaan sommige werkgevers zo ver om mee het water in te gaan. Heel inhoudelijk zal het sollicitatiegesprek in zee niet zijn geweest, maar het eerste contact is gelegd. Vandaag bestellen, morgen bezorgd. Als je niet thuis bent, komt de bestelbus gewoon nog een keer. Al die bestelbussen samen zijn in drukke steden een groot probleem.
Ze vervuilen de lucht en verstoppen de straten. In een gemiddelde woonstraat komen nu 12 tot 15 busjes per dag. En het ziet er naar uit dat dat snel gaat verdubbelen. Een busjesverbod in de binnenstad lijkt de enige oplossing. Centrum Delft, gebouwd in de tijd van paardenkoetsen en ezelskarren. Nu rijdt er wat anders over de klinkers. Vooral veel bestelbussen en vrachtauto's. Het is te veel en het gaat ook de hele dag door. Daar staat er weer eentje te knipperen. Daarachter zie ik er ook nog weer één staan. De wethouder wil ze weren, weg uit de binnenstad. Ik ben er niet zo blij mee, nee. Waarom niet? Ja, ik heb net een nieuwe truck gekocht, een Euro 6. Yeah. Voldoet aan alle kwaliteiten, dus... U mag gewoon blijven rijden, maar net de laatste kilometer niet. Dus u rijdt dan net tot aan de snelweg en dan maar daar eraf. Dan moet je buiten het centrum goed voor elkaar hebben. Precies. Dat wel. Buiten het centrum, dat is hier. Uitvalsbasis voor een experiment van de gemeente Delft en PostNL. Een experiment om één van de grote problemen in de stadslogistiek te tackelen. Er worden nog heel veel spullen in de stad gebracht, terwijl het geen efficiënt voertuig is. Dus er zit eigenlijk lucht in het voertuig met een kleine lading. Dus is het handiger om met kleinere voertuigen te werken en die goed vol te stouwen met spullen van verschillende bezorgbedrijven. Want daar ligt een belangrijke sleutel tot efficiëntere bezorgen. Het openbreken van bestaande distributiesystemen om nieuwe combinaties te kunnen maken. Het is niet aan mijn buren uit te leggen dat er 4, 5 busjes achter elkaar die straat in rijden. Dat is niet logisch. Bedrijven zullen echt hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Maar grote, bestaande bedrijven reageren niet altijd even snel op veranderende omstandigheden. Nieuwe transportbedrijven proberen met nieuwe transportmiddelen de binnensteden te veroveren. Bijvoorbeeld op een elektrische vrachtfiets die al in 14 steden in België rondrijdt. We hebben eigenlijk een businessmodel dat we hebben gezien dat heel toepasbaar is voor veel steden in Europa. De eerste stap is natuurlijk Nederland, omwille van de taalbarrière, die voor een stukje wegvalt omdat we vanuit Vlaanderen komen. Maar we zien dat er in Nederland veel steden in aanmerking komen om te doen wat wij doen. In Delft bestaat het oude en het nieuwe nog naast elkaar of achter elkaar. En moet het nieuwe zo nu en dan een omweggetje maken. Nou, net als Delft zijn bijna alle steden aan het kijken wat ze kunnen doen aan de overlast van vrachtverkeer in de binnenstad. Japan begint een onderzoek naar mysterieuze vissersboten die de afgelopen weken voor de Japanse kust zijn gevonden. Aan boord waren tientallen lijken. Waar komen deze boten vandaan? Dat vraagt de Japanse kustwacht zich af, want in een paar weken tijd zijn hier voor de kust meer dan 10 boten aangespoeld. En in die boten troffen ze ook nog eens 25 lichamen aan. Het lijkt erop dat deze mysterieuze vissersboten uit Noord-Korea komen. Zo is er een stuk stof gevonden dat lijkt op een stukje van de Noord-Koreaanse vlag. De meest waarschijnlijke oorzaak is dan ook dat ze te ver van de Noord-Koreaanse kust zijn geraakt, waarna de benzine opraakte of de motor kapot ging. De Japanse kustwacht houdt ook rekening met de mogelijkheid dat een aantal boten mensen aan boord had die probeerden uit Noord-Korea te vluchten. We gaan naar Willemijn. De winter is begonnen, hoor ik. Ja, dat klopt. Buiten merk je het nog niet. Maar goed, meteorologisch gezien is de herfst afgerond. En daarom heb ik voor u een overzicht meegenomen. Dan gaan we eens naar kijken. Want de temperatuur... ja, die was wat hoger dan normaal. Gezien dus over de maanden september, oktober en november. Ja, en de grootste bijdrage daaraan was de maand november. Want het was de op de 1 na zachtste november in ruim een eeuw. Nog zachter was de maand november 1994. Als we dan kijken naar de neerslag, ja, dan was dat eigenlijk vrij normaal. September was redelijk normaal. Oktober was wat aan de droge kant. November aan de natte kant. En dat middelde er dus aardig uit. En dan het aantal uren zonneschijn. Ja, ook dat kwam eigenlijk uit vrij normaal. 335 uur tegen 320 normaal. En alle maanden droegen daar eigenlijk evenveel aan bij. We gaan nu kijken naar het weer op dit moment. Want we hebben te maken met een warmtefront wat over ons land is. Dat is deze zone met de bewolking. En dat heet zo omdat aan de achterkant warme lucht zit. En de schuif wat richting het noordoosten. En er komt bij ons dus die zachte lucht terecht. En voorlopig blijft dat ook zo. We blijven in die warme sector zitten, zoals dat dan heet. Vanuit het westen gaat deze zone naderen. Dat is een koufront. Nou, daarachter zit koelere lucht. En het zou kunnen dat we daar donderdag mee te maken krijgen. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft dat voorlopig nog even weg. Blijven wij dus in die warme sector zitten met ook een wat droger weerbeeld. We halen Nederland wat dichterbij.
Als we kijken naar de radarbeelden, dan zien we dat over ons land toch nog wel wat neerslag trok. Maar er viel niet zo heel erg veel uit. 1 à 2 millimeter op de meeste plekken in ons land. Vannacht zijn er wat opklaringen. Op de meeste plekken eigenlijk veel bewolking ook wel, hoor. Er kan af en toe wat regen vallen. En vannacht is het een graad of 9. En dat is echt heel zacht voor de tijd van het jaar. Want normaal zouden we zo in de nacht op een graad of 2 moeten zitten. Morgen overdag ook wat bewolking. Af en toe een glimpje zon. Niet helemaal droog. Op een aantal plekken kan er soms wat lichte regen vallen. Het wordt een graad of 11. En de wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 6 aan zee en bovenland matig. En dan de dagen daarna, ook donderdag dus, een droge dag. En de temperatuur blijft aan de hoge kant, maar het wordt wel weer wat wisselvalliger daarna. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal. Vandaag getuigde Sonja, de andere zus van Willem Holleder, in het liquidatieproces. Holleder zou tegen haar hebben bevestigd dat hij jeugdvriend en mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout heeft laten vermoorden. Meer straks in Nieuwsuur, 10 uur op NPO 2. Fijne avond.